Je had net wat zenuwen, maar volgens mij zijn die helemaal verdwenen na je optreden hier in Neer. Ja, zeker. Hoe was het? Ja, het was echt geweldig. Ja, het was superleuk. Zoveel mensen en dan... Ja, super. Dit jaar heb je je eerste single uitgebracht. Die is nog steeds... die is eigenlijk nog maar net uit. Gaat best wel lekker. Ja, zeker. Het gaat zeker lekker, inderdaad. Ja. Met een leuke clip. Dankjewel. Ja, was ook op tv op Oranje gedraaid, dus leuk. En wat is dan je grote wens? Ja, die is moeilijk. Ja, misschien toch wel een duet met Marco Borsato. Is Marco Borsato jouw grote mannelijke voorbeeld? Ja, absoluut. Wat vind je zo goed aan Marco? Hij kan zoveel gevoel in zijn liedjes leggen. En als het duet opgenomen zou moeten worden, hè, moet het dan een ballade zijn? Of moet het juist een wat steviger nummer zijn? Ja, mag alle twee. Als het maar met Marco is. Ja, precies. Nou, in januari komt mijn nieuwe single uit. Ik ben afgelopen week voor in de studio geweest. En het was een superleuk nummer. Weer, lekker. Dan is de gemene vraag, hoe gaat die heten? Ja, daar kan ik eigenlijk nog niks over zeggen. Maar je ziet het snel genoeg. Marcel maakt ze. Marcel is mijn manager. En Steven is mijn tekstschrijver. En wat vind je zo leuk aan de liedjes van Marcel? Ja, ze zijn gewoon lekker vrolijk en ze passen bij mij. Ik ben nog maar 17 en ja, ze zijn gewoon lekker bij mij. Ja, ze passen gewoon bij mij.